Ja, ik denk dat Amsterdam zeker wel inspiratie biedt. Ik vind het heel leuk om elementen daarvan in mijn tekeningen bijvoorbeeld te gebruiken, maar dan wel in een de context net iets te veranderen, iets meer humor erin te brengen. De Brouwersgracht 278. Ja, het is heel ruim, het is licht, het is een stuk prettiger dan op een klein kamertje. Ben ik altijd heel erg fan geweest van het futurisme uit Italië, begin 20e eeuw. En zeker wat die kunstenaars ook naast hun autonome kunst deden, namelijk illustraties en ontwerpen voor Vogue of Campari of andere merken. Als je tekent en eigenlijk met je tekeningen en illustraties vind ik het ook interessanter om niet een heel duidelijk gezicht te zijn. Ja, omdat ik het mysterieuzer vind. Ik vind het fantastisch om te zien, ik vind het gewoon te gek. Leek het me mooi om een heel gestileerd geometrische vorm te hebben op dit glas. Ja, ik ben trots. Mijn vader, maar die hield ook heel erg van tekenen. Ik kan me herinneren dat hij dan wel eens een tekening had gemaakt van een mannetje, een vulpennetje met een gezichtje. En dat was dan ingekleurd met ecoline. En dat was zo verschrikkelijk strak dat ik niet snapte dat mijn vader dat gemaakt kon hebben. Dat was te goed. Ik denk dat veel daar ook mee heeft te maken dat ik het leuk vond om te tekenen. Dat je dat van huis uit meekreeg. En wat ik van huis uit ook meekreeg was Kuifje. Wat ik te gek vond om te lezen. En wat je dan te gek vond omdat er mooie kleuren in zaten en mooie vormen. Ja, dat het niet zozeer de interesse voor kunst was, maar toch echt voor tekenen. Het zou goed zijn als je vader, daar komt het denk ik wel een beetje vandaan.